Mijn eeuwige dank. Ik meen het. Ja, ja. Zodra ik weg ben, dan ben je het vast weer vergeten. Mijn date voor Louise. Maar kijk, mij maakt het niet uit of ik thuis studeer of hier. Oh, als dat zo is, zou je dan misschien nog een uurtje kunnen blijven? Of twee? Zodat jij nog langer kan uitbrokken? Ik wil graag wat gaan lunchen met Aysen. Ik heb wat goed te maken. Oeh, ik wil eigenlijk ook wel heel graag lunchen. Nou, ik was gegeten vanochtend. Ik moest ineens hier zijn. Nogmaals. Hé, gaat het? Ja, is niks. Nee, dat moet je niet zeggen tegen een arts op de pleiding. Kom eens hier. Heb je vaker last van duizeligheid? Laat wat eten bezorgen op mijn kosten, oké? Okay? Zo, was jij nog van plan om je gezicht te laten zien vandaag op het bureau? Ik heb met Alex mijn dienst geruild. Nadat wij gebeld hadden. En dat meld je mij niet even? Dat wilde ik nu doen. En ik wilde je meteen vragen om mee te gaan lunchen. Zo, je blijft nog even op Louise passen, toch? Oké, vooruit. Even samen lunchen. Ja. En dat moet goed maken dat jij mij en je dochter totaal vergeet tijdens een vodka-binge-avond. Nee, dat niet. Maar het is misschien wel een beginnetje.